Goedenavond. Voor oefening hebben we een formulier gemaakt in Dreamweaver met 4 tekstvakjes. Hoe breed zijn die? Even checken. Het eerste vakje is 50 tekens breed, het tweede ook, het vierde ook en het derde is ook 50 breed met 2 lijnen hoog. Nu gaan we een keer zien wat dat geeft in de browsers. Eerst en vooral in Firefox. In Firefox klopt de layout niet meer. We gaan er een keer serietjes van 10 inzetten. 1, 2, 3, 4. Dus 50 kunnen er al niet in. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dus in alle geval in die vakjes kunnen er al geen 50. Hier misschien wel. We gaan een keer zien. 1, 2, 3, 4, 5 kan erin. 1, 2, 3, 4, 5 kan erin. 1, 2, 3, 4, 5 kan erin. Op. En het eigenaardige is dat er hier 3 lijnen zichtbaar zijn in plaats van de 2 gevraagde. En dat het lettertype hier Courier is en hier Arial. Wissen. Nu gaan we een keer verder naar Internet Explorer. Weer eigenaardig layout. Hier zijn het wel 2 lijntjes, hè, dus dat is al beter. 1, 2, 3, 4, de 50 kan niet. 1, 2, 3, 4, 5, daar kan dat wel. Maar weer een ander lettertype, Courier, Arial. De volgende browser. Google Chrome. 1, 2, 3, 4, 50 kunnen er niet in. 1, 2, 3, 4, 5, ze kunnen er wel in. En 2 lijntjes, dat is correct. We gaan er een keer nog een paar bij doen. Hop, nog een paar bij. Hop. En dus van het moment dat je meer dan 2 lijntjes hebt, krijg je hier de pijltjes. Maar er is nog een speciaal hoekje. Dus in feite kun je dat heel dat veld zo groot maken als dat je wilt. Dat is iets eigenaardigs voor Google, Chrome en misschien ook voor Safari. Kijk, hetzelfde systeem. Dus de rest zal ook wel hetzelfde zijn, vermoed ik. 1, 2, 3, 4. Inderdaad. 1, 2, 3, 4, 5. Dus daar kan het erin. Weer Courier Arial. Dan nog de laatste browser die we testen. Opera. Ah, hier is de layout precies correct. Dat schijnt toch allemaal ongeveer even lang. We gaan een keer bekijken. 1, 2, 3, 4, 5. Joepie. De 50 kunnen erin. In Arial. 1, 2, 3, 4, 5. Oké, okay, het kan erin. 1, 2, 3, 4, 5. En nu hier. 1, 2, 3, 4, 5. Oké. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. En dat is goed. Dus 2 lijntjes zichtbaar en die 50 breed, dat is correct. Maar weer Courier. En hier Arial. Waarom dat? Ik snap het niet. En hier die Courier zijn ook nog speciaal. De nulletjes zijn hier doorstreept. Voilà, dat is al. Dankjewel. Goeiedag.